We gaan het onderwerp romantiek, paragraaf 5.2, onderdeel van hoofdstuk 5, kunstgeschiedenis van 1750 tot 1900. Leerdoelen, daar beginnen we natuurlijk allemaal mee. Elke keer weer eigenlijk. Je moet kunnen reproduceren, dus uit je hoofd kennen, de begrippen die van belang zijn voor het beschrijven van kunstwerken uit de romantiek. Je moet beschrijven welke kenmerken je ziet in een kunstwerk uit de romantiek of een kunstwerk en wat daarop geïnspireerd is. Je moet kunnen uitleggen welk effect die kenmerken hebben. En je moet kunnen beargumenteren waarom jij denkt dat een kunstenaar voor een bepaald kenmerk gekozen heeft. Eigenlijk is het constant hetzelfde, alleen steeds op basis van een andere kunststroming. Nou, laten we beginnen. Romantiek is van 1800 tot 1900 grofweg genomen. Je ziet hier een schilderij van Caspar David Friedrich, De Wandelaar boven de Nevelen. En die naam, de romantiek, is misschien een beetje, ja, zet je een beetje op het verkeerde been. Want bij romantiek denk je misschien aan gezellige etentjes met je vriendje of je vriendinnetje. Voor volwassenen, een glaasje wijn erbij, dingetje. Nou, niets van dat alles, want het laat juist de romantiek in de schilderkunst en in de beeldhouwkunst. Laat je brengt een groot gevoel mee. En hier laat het zien dat de natuur mega imposant is. En de mens eigenlijk maar heel nietig. Het is een heel klein mannetje wat ze ergens boven op een berg staat in dat schilderij. En het gaat dus niet om de werkelijkheid, maar het gaat om het gevoel. Het gevoel wat je hebt als je daar staat. Jij bent klein en nietig, hebt dat hele eind gelopen naar boven. En nu sta je wel daar boven op die berg, maar nog steeds is de natuur heel machtig. Hier gaan we even heel kort naar kijken. Je mag pauzeren en wat beter kijken naar het werk. Je kan ook eventjes kijken op bladzijde 92 in je boek Expo. Dit is het slavenschip, geschilderd door William Turner in 1840. En, nou, er is een verhaal gaande dat het is aangekocht door een kunstliefhebber en die het een heel mooi schilderij vond in eerste instantie. Ik denk, ja, een mooie ondergaande zon op zee. Maar toch het gruwelijke van de slaven die van boord gegooid waren van het slavenschip omdat ze te ziek waren, omdat ze stervende waren, omdat ze de rest van de slaven die vervoerd werden in gevaar brachten. Dan werden ze gewoon overboord gezet om dan maar in zee te sterven. Dat deed hem toch op een gegeven moment wel een beetje te veel. Dus hij heeft het schilderij verkocht daarna omdat hij... De boodschap kwam zo bij hem binnen, elke dag weer. En daar kon hij eigenlijk niet echt mee leven. We gaan we gaan verder in op dit schilderij tijdens de lessen. Maar ik wilde hem je toch eventjes kort hebben laten zien, zodat je een beetje weet wat er gaat komen. We gaan even kijken naar de geschiedenis. In de geschiedenis... In 1851 was de eerste wereldtentoonstelling in Londen. Wat is nu een wereldtentoonstelling? Een wereldtentoonstelling, daarbij komen allerlei landen samen en die laten zien wat hun ontwikkelingen zijn op allerlei vlakken. Je ziet hier de eerste wereldtentoonstelling geschilderd in een heel groot mooi glazen gebouw. En wat hoort daar nou bijvoorbeeld bij? De Eiffeltoren is bijvoorbeeld ook gebouwd voor zijn wereldtentoonstelling. En eigenlijk was de bedoeling dat hij daarna afgebroken zou worden. Maar zoals je weet, de Eiffeltoren staat er nog steeds. Het is een gigantische toeristische attractie. Maar die is dus eigenlijk gebouwd om weer afgebroken te worden. Wat gebeurt er nog meer in die geschiedenis? De industrie neemt een vlucht. Het gaat steeds, dingen gaan steeds meer met machines. Arbeiders die gaan in fabrieken werken, vakmanschap. Ja, komt op een heel ander vlak te liggen. Dus er wordt niet meer heel erg veel met de hand gemaakt. Men kan nu dingen met machines maken in fabrieken. En dat leidt tot enorme ongelijkheid. Want die fabriekseigenaren die hebben heel veel geld. En die arbeiders die werken eigenlijk hartstikke hard. Die verdienen niet zoveel. Dus er wordt komt een steeds groter verschil tussen arm en rijk. Wat wel belangrijk is in die tijd, is dat de slavernij op veel plaatsen wordt afgeschaft. En dat is in ieder geval de geschiedenis, de context van de geschiedenis waarin we de romantiek bekijken. Kunstenaars zijn steeds onafhankelijker. Heel vroeger was een kunstenaar, was niet echt zozeer een kunstenaar, maar was een vakman die werk leverde voor de kerk. De kerk vroeg: maak voor ons schilderijen die het verhaal van Christus vertellen.
En dan vakmensen gingen daarmee aan de slag. Vaak wist je ook niet eens wie dat werk gemaakt had, want dat was helemaal niet belangrijk. Maar die kunstenaar wordt steeds onafhankelijker van zijn opdrachtgever. Hij gaat steeds meer zelf werk maken. In de vorige presentatie, die ging over het klassicisme, had ik het al heel even kort over de Franse Salon van 1806. Hier zie je een voorbeeld van zo'n salon. Heel veel kunstwerken werden daar tentoongesteld. En rijke industriëlen die konden daar hun kunstwerken kopen. Maar omdat die kunstenaars steeds meer gaan maken wat zij willen, wil dat niet altijd zeggen dat nou heel erg de smaak van de kunstkopers was. Dus daar zat nog wel een dingetje voor de kunstenaar. Kunstenaars die gaan op zoek naar de schoonheid. En op een academie, op een kunstacademie, werden heel vaak regels gesteld. Oké, je moet nadenken over ruimte in je werk. En je werkt met de regels van de symmetrie of je werkt met de regels van diepte, zodat je verschillijn aan kan brengen van voor en achter, zodat dat duidelijk wordt. Die kunstenaars van nu, die gaan dat een beetje loslaten. Die zijn veel meer op zoek naar hoe kan ik nou laten zien hoe indrukwekkend bijvoorbeeld de natuur is. De natuur kan heel mooi zijn, maar het kan ook heel erg gevaarlijk voor ons zijn. Dus die hoge golven kan schepen doen omslaan. En hoe kan ik dat nou laten zien? En even los van wat iemand zegt, dat ik dan zou moeten schilderen. Ik wil maken wat ik wil maken. Die kunstenaar wordt dus steeds minder gezien als ambachtsman. Want het is niet meer u vraagt wij draaien. Een kunstenaar gaat steeds meer zijn eigen ding doen. Het wordt steeds meer een roeping. Dus als je kunstenaar wil worden, dan word je ineens kunstenaar. Dan ga je werk maken wat jij mooi vindt, wat jij graag wil laten zien aan de wereld. En niet meer zozeer als vakman of ambachtsman die voor jou het mooiste portret kan schilderen. We hebben natuurlijk al eerder gezien dat de natuur heel veel afgebeeld werd in de romantiek. Dus die slaan we hier eventjes over. We gaan even kijken naar fantasievoorbeelden, exotische landschappen, een sprookje of een persoonlijke emotie of angst. Nou, het werk wat je hier ziet heet De Dood van Sardanapalus. En Sardanapalus die ligt daar op dat grote rode bed met zijn hand onder zijn hoofd. En hij kijkt toe hoe zijn hele hofhouding, maar ook zijn slaven en zijn vrouwen op zijn bevel worden vermoord. Hij was namelijk koning van de stad Nineveh. En Nineveh viel in handen van de tegenstanders, van de mede. En hij wilde absoluut niet dat die macht ook kreeg over zijn hofhouding. Of over hem, of al zijn bezittingen kreeg. Dus hij heeft opdracht gegeven om zijn hele hofhouding, inclusief slaven, inclusief zijn vrouwen, te vermoorden. En al zijn bezittingen in brand te steken, zodat er niks van waarde over zou blijven. Nou, hij ligt daar heel relaxed toe te kijken, zo ziet het er in ieder geval uit. En aan het einde van het hele verhaal pleegt hij zelfmoord. Dus hij hoeft niet de ondergang te ondergaan dat hij in handen valt van de mede. Hij weet ook zeker dat er niks meer over is wat zij van hem af kunnen nemen. En vervolgens overlijdt hij. Dit is een schilderij waar op heel veel plaatsen wat gebeurt. De focus, het aandachtspunt, gaat natuurlijk naar het midden, want dat is het meest licht afgebeeld. Alles naar de randen toe wordt wat donkerder. En dat is waar dit werk over gaat. We gaan als laatste van de kenmerken van de voorstelling naar het laatste stukje. Dat is dat schilderijen soms geïnspireerd zijn door het nationalisme in Europa. Een expressieve werken, dus dat zijn werken met veel gevoel die heldhaftige verhalen vertellen uit de geschiedenis van hun land. Nu is dit werk van Delacroix is niet helemaal de geschiedenis op dat moment, want dat is nog maar net gebeurd. Het is dus een voor die tijd hedendaagse voorstelling. En je ziet deze dame, Marianne genoemd, die staat symbool voor de vrijheid. Ze heeft de revolutionaire Franse vlag in de handen, andere hand een musket waarmee ze de tegenstanders te lijf kan gaan. En ze stapt over de barricades die opgeworpen zijn om de revolutionaire tegen te houden. Nou, een beetje bijzonder aan dit schilderij is natuurlijk ook wel dat er een jongetje in meeloopt wat net zo, ja, fearless, vrij van angsten bijna, stapt over alle lijken die daar liggen. Rechts zie je een soldaat van het koninklijke leger en links in het witte hemd zie je een arbeider die in de strijd gesneuveld is.
In de romantiek gaan we even kijken naar de vormgeving. In de schilderkunst is inmiddels niet meer één schilderstijl, maar stijlen die aansluiten bij wat de schilder wil uitdrukken. Deze Britse schilder heeft zijn omgeving geschilderd. Dat heeft hij ook echt buiten gedaan, dus niet in het atelier. Dus hij heeft er in die wijde landschappen gestaan en hij wilde de wijdheid van het Engelse landschap vastleggen. In de beeldhouwkunst zien we heel veel dynamische composities, dus niet statisch. In een dynamische compositie zit heel veel beweging. Er gebeurt van alles in dit werk ook. Dit is een relief. We zien veel aandacht voor lichaamshoudingen. Lekker druk. Er valt veel te zien. En dat is een kenmerk van de romantiek in de beeldhouwkunst. Als je nu kijkt naar de bouwkunst, dan zie je dat die veel rustiger is dan de beeldhouwkunst. Hier is duidelijk het heimwee naar het verleden zichtbaar. Je ziet die historische bouwstijlen weer terugkomen. Je ziet hier het concertgebouw in Amsterdam. We zien weer een timpaan, we zien weer de zuilen, de symmetrie, het is heel rustig. Ook binnen veel bogen, heel erg rustig gehouden. In sommige ontwerpen zie je het verlangen naar andere werelden of een beetje exotische of juist sprookjesachtige stijl terug. Als we hier kijken naar wat kunstenaars nu nog doen met de romantiek. Je kan even bladeren naar bladzijde 95 in je boek. En ik weet nooit of ik haar naam goed uitspreek. Chiaru Ciotta. Zij maakte in Den Bosch, is deze expositie bijvoorbeeld geweest. Daar staan een aantal bootjes. En dan allemaal rode draden in de lucht. Vanuit de bovenkant van het museumdak. Gaat naar beneden naar de bootjes. En aan die draadjes hangen allemaal sleutels. Je kan een koppeling maken naar dat werk van het slavenschip, waar schepen zijn, waar mensen gevangen zitten. Die worden overboord gegooid, die blijven in gevangenschap op het schip. Hè, de mensen die nog gezond zijn, want die worden vervoerd om ergens als slaaf op een plantage te gaan werken. En je ziet in het werk van Ciotta dat je daar de sleuteltjes hebt. De felrode lucht eigenlijk die terugkomt. En ze laat zich inspireren door herinneringen. En sleutels symboliseren niet alleen het feit dat je ergens gevangen zit of ergens uit kan, maar het symboliseert voor haar ook de herinnering. En die rode lucht, die rode massa van draadjes, die doet een beetje denken aan het werk van William Turner. Nou, we hebben deze eerder gehad natuurlijk, Kronos die verslindt zijn kinderen. Daar zie je rechts het schilderij van Goya. En links zie je het werk van Damien Hirst, die hier ook Kronos die zijn kinderen eet, gemaakt heeft. Dus een beeldhouwwerk. En dit moet je doen denken dat het heeft lang op de zeebodem gelegen. Er is koraal opgegroeid, zijn schelpen aan gehecht. Het lijkt wel een soort van opgraving uit iets wat onder water heeft gelegen. En Damien Hirst, dit was een hele grote tentoonstelling, neemt je echt helemaal mee in zijn maffe, sprookjesachtige, fantasierijke onderwaterwereld. Maar waar dus ook weer een Kronos, dus een stukje mythologie in terugkomt. Hier rechts zie je de IJszee van Friedrich. Daar heeft het ijs heeft een schip verwoest. Je ziet er vooraan een beetje het hout van het oude schip, van een expeditieschip. En links zie je een stil, dus dat is een fragment uit een video die we in de les gaan bekijken van een werk van de kunstenaar Guido van der Werve. Hij loopt hier zelf voor een ijsbreker uit. Nou hebben we eerder gezegd dat in de romantiek was men op zoek naar de sublieme schoonheid. Dus naar de schoonheid die niet bepaald wordt door de regels van de kunstacademie. En, nou ja, bedenk je maar eens, geldt dat voor beide van deze werken? Laat het hier sublieme schoonheid zien. We gaan daar verder over discussiëren tijdens de les natuurlijk, maar denk er vast een beetje over na. Dan sluiten we hiermee de inspiratie voor nu af. Dus kunstenaars van nu die zich laten inspireren door de romantiek. Dan kijken we nog eventjes naar de leerdoelen. Je moet de begrippen kennen die van belang zijn voor het beschrijven van kunstwerk uit de romantiek. Je moet kunnen beschrijven wat die kenmerken dan zijn. Dus zowel de kunstwerken uit de romantiek, maar ook degene die daarop geïnspireerd zijn. Je moet uitleggen wat het effect is van die kenmerken op het en de daarop geïnspireerde werken. Dus wat is het effect als ik zoiets doe?
dan is het effect dat ik zie, bla, of ik voel me, zus of zo. En je moet kunnen beargumenteren waarom jij denkt dat een kunstenaar voor bepaalde kenmerken heeft gekozen.